het idee, en daarom begrijp ik ook niet waarom jij nu in zo'n jubelstemming bent. Het idee dat met een overwinning van de PVV nu alles gaat veranderen, dan heb je een bord voor je kop. Jij gebruikt het woord crisis. Ja, ik vind het juist een overwinning. He, dus we zijn eigenlijk als volk ons gezag aan het terugpakken, terugveroveren. Het hele idee is van we hebben het gezag teruggepakt. Ja, dat dachten ze bij de Franse Revolutie ook. En ja, onzeker maakt mij altijd blij. Want dan denk ik, nou, dan kan het dus nog alle kanten op. En dan kan ik ook een beetje duwen dat het de goede kant op gaat. Het blijft in ieder geval niet zoals het is. En dat is wel mijn motto. Je wilt altijd verder naar waar je nog niet was. En dan gaan we volgende week, de laatste week van dit bewogen jaar... Ja. Gaan wij eens even kijken, heb ik nou gelijk met mijn hemeltergende optimisme? Of jij met je realistische somberheid? Jij bent sowieso denk ik een somber mens, anders word je geen filosoof. Nou, kijk maar, er staat hier een opgewekte man zitten tegenover je. Ik ben nog niet helemaal door je boek heen, maar wel al een heel... Ik heb het middenstuk even overgeslagen. Ik vind het wel een heel somber boek. Jouw boek is van dit jaar. En toch heb ik het gevoel dat het is heel erg van voor de verkiezingen. Nee hoor, nee, juist niet. Ik heb een heel erg gevoel, sinds de verkiezingen is alles veranderd. Maar dat denk jij. Ja. Maar dat is dan inderdaad jouw overdreven optimisme. Ja, ik voel mij bevrijd. Ja. Ik voel mij bevrijd door de verkiezingsuitslag. Ja, nee, maar dan is duidelijk dat je dan ook nog niet het derde deel gelezen hebt, hè? Dat heb je nog niet gelezen. Nee, dat moet ik dan nog even lezen. Ja, dat is wel belangrijk. Maar jij doet dus een probleemschets die we allemaal denk ik wel herkennen. Hè? We leven in bubbels, mensen zijn het over de feiten al niet meer eens, laat staan over de interpretatie daarvan. Allemaal gefragmenteerd, media die daar een rol in spelen. Nou, allemaal somber. En dat leidt dan volgens jou tot een gezagscrisis. En daar schrijf je, en daar raak je mij dan kwijt, daar komt bij dat vele burgers traditionele instituties wantrouwen en dat gezagsverhoudingen wankel zijn geworden. Van de koning die wordt uitgejouwd op Prinsjesdag en boze boeren voor het huis van de minister, tot rellende jongeren en cynische criticasters van eens gezagvolle instituties als het RIVM en ga zo maar door. Veel burgers laten zich een weinig meer gelegen liggen aan overheidsgezag. Het vertrouwen in het kabinet is momenteel historisch laag, dat was nog in Rutte 4, hè? Dat vind ik allemaal, dat is allemaal music to my ears. Dat is waar ik al jaren toe oproep. Van jongens, wantrouw nou juist die instituties. Als we nou iets geleerd hebben in de coronacrisis en de stikstofcrisis, is dat daar gewoon allemaal mensen door rietjes zitten te kijken. Ook niet op durven te schrijven hoe het echt zit, omdat ze bang zijn om hun baantje kwijt te raken. Dus ik vind juist de opstand van het volk tegen al dit soort instituties en de overwinning van het gezond verstand, wat je ook terugziet in de verkiezingsuitslag. Ik vind het allemaal super positief. In mijn boek Kluitjesvolk roep ik juist op tot meer anarchie. Gooi het allemaal maar omver en wantrouw het juist allemaal maar eens. En dan wel op een gezonde manier. Hè? Je moet niet mensen gaan wantrouwen, maar het systeem wel. En het verzet daartegen heb ik juist de afgelopen 2-3 jaar eindelijk eens een keer beetje zien ontluiken. Dat vind ik juist heel positief. Oké, wat is precies je vraag? Dus hoe lees jij deze zin? Kijk, jij denkt dat ik dat zeg van... maar die instituties hebben gelijk... en wat zijn die burgers nou fout bezig? Ik bedoel, als je al dus het is duidelijk dat je nog niet helemaal boek gelezen hebt... Nee. Dus waar het om gaat, heel de vraag naar de legitimatie van die institutionele gezag, die berust op een aantal dingen. En wat ik problematiseer, is dat die eigenlijk zijn uitgehold. En dus dat het ook voor een deel ook terecht is dat dit gebeurt. Dus ik schets helemaal niet van, oh jongens, nee, maar dat betekent niet dat we geen problemen hebben. Want waar het om gaat, is dat je bent als mens afhankelijk van instituties. En of dat nu het functioneren is van een school waar je kinderen naartoe stuurt. Hè? Ja. Of het nu is dat je in een bedrijf werkt waar je afhankelijk bent van hoe de
De directie zich opstelt. Of je nu te maken hebt met de politie, of je nu te maken hebt met de Belastingdienst. Je bent afhankelijk van instituties. En het idee, en daarom begrijp ik ook niet waarom jij nu in zo'n jubelstemming bent, het idee dat met een overwinning van de PVV nu alles gaat veranderen, is, dan heb je een bord voor je kop. Wat er gaat gebeuren, ja. Marjan, dat is dat er binnen al die gevestigde instituties gaat er gewoon verzet komen. En men gaat juist dat wat nu naar buiten is gekomen, gaat men niet zomaar overnemen. Dus de gevestigde orde, die gaat nog heel lang die instituties op een manier aansturen die men zelf in gedachten heeft. En wat PVV zelf betreft, die hebben geen bestuurlijk ervaring. Ze hebben, als je kijkt naar hoe de partij is samengesteld, dan is daar eigenlijk heel weinig aan scholing gedaan van hoe gaan wij het dan doen. Als je aan radicale omwentelingen denkt, dan heb je wel een partijkader nodig, wat dus op bepaalde belangrijke maatschappelijke plaatsen kan komen. En dat heeft inderdaad met cultuur te maken. Ten eerste, het stukje wat ik net voorlas uit jouw boek leidt voor jou naar de conclusie dat we een gezagscrisis hebben. Jij gebruikt het woord crisis. Ja, ik vind het juist een overwinning. Hè? Dus we zijn eigenlijk als volk ons gezag aan het terugpakken, terugveroveren van allerlei plekken waar het helemaal niet hoorde. Dus ik vind het niet een crisis. Ik vind het juist een stap op weg naar een oplossing. Dus ja, dat vind ik naïef. Wat ik al zeg, gezag moet gevestigd worden. Met een verkiezingsuitslag is er nog geen nieuwe gezagsverhouding. Nee. Dus het hele idee is van we hebben het gezag teruggepakt. Ja, dat dachten ze bij de Franse Revolutie ook. Dus de ancien regime noem ik ook een aantal keren. Ja. Het idee dat je dan even een nieuw soort orde creëert, dat is enorm naïef. Nee, maar dan even naar jouw tweede punt waar jij net op doorging. Is de verkiezingsoverwinning is niet alleen de verkiezingsoverwinning van de PVV. Het is net zo goed de overwinning van BBB, die nu dan iets kleiner was. Maar bij de provinciale verkiezingen die we gewoon ook dit jaar hadden. Hè, we hebben natuurlijk twee verkiezingen gehad dit jaar. Was het vooral de BBB die won. Laten we niet vergeten, zowel BBB als NSC zijn allebei gewoon vanuit het niets, hup, naar het centrum van de macht gekomen, zitten nu aan tafel bij de informateur. Dus jij doet net alsof het alleen de verkiezingsoverwinning van de PVV is. Het is de overwinning van de nieuwe orde die gewonnen heeft van de gevestigde orde. Ja, en hoe die nieuwe orde dan gaat uitpakken in de praktijk, dat weten we allemaal nog niet. Maar we krijgen in ieder geval iets anders. Daarmee is het niet per se beter, maar wel iets anders. Nee, nou ja, dus ik raad je toch echt aan om het hele boek te lezen. Want ik beschrijf juist heel deze ontwikkeling, hoe de gevestigde orde eigenlijk steeds verder uitgehold raakt. En ik gebruik een van de voorbeelden die ik geef, is de verkiezingsoverwinning van de BBB en de opkomst van Omtzigt. Ja. Overigens zit Wilders daar ook al bij. Dus in heel die analyse gaat het er juist om dat de orde die, zoals we die kennen, dat die op zijn laatste benen staat. Waar ik vervolgens naartoe beweeg, is laten zien dat zo'n verandering, dus naar we zitten nu in, zoals ik noem, een interregnum, tussen ordes in, maar dat zo'n verandering altijd met een enorme onzekerheid gepaard gaat, en waarbij de vraag is, dus hoe zich nieuw soort verbanden gaan ontwikkelen en wat daarvoor nodig is. Wanneer jij nu zegt van ja, we hebben al de nieuwe orde. Nee, die hebben we helemaal niet. Nee, die hebben we nog niet. We hebben de oude in ieder geval aan de kant geduwd. Die komt ook niet 1, 2, 3. Die komt ook niet 1, 2, 3. Je zult zien dat we echt in een... We gaan en dat is de gezagscrisis. Dat er nog geen nieuw gezag gevestigd is. Dat de gezagscrisis was voor mij al aan de orde voordat dit gezag überhaupt, van de overheid althans, voordat dat werd afgestraft. Dat hebben we nu gezien bij de laatste twee verkiezingen. En wat daarvoor in de plaats gaat komen, is heel onduidelijk. Ik schets een aantal lijnen, waarbij voor mij de corona-ervaring heel belangrijk is geweest. Mm-hmm. Je hebt dat artikel van mij destijds ook kunnen lezen.
in de bundel van Dick Weil. En juist dat ik zie, dat is geen toevallige ontwikkeling. Ook niet dat een groot deel van de Nederlandse bevolking daarin meeging. Dat heeft iets te maken met wat ik noem netwerkstructuren. Ja. Hoe die netwerken zijn georganiseerd aan de ene kant. Maar aan de andere kant ook een burger die eigenlijk in een toenemende mate niet meer vanuit een gemeenschapsidee denkt. En van, goh, wat betekent dit nou eigenlijk voor mijn buurman en zijn kinderen? Maar in hoge mate de nadruk legt op veiligheid. Zeer gevoelig is ook voor veiligheid. Ja. En voor de bedreigingen daarvan. Tot en met het geestelijke niveau. Dat je allerlei dingen niet meer mag zeggen. Niet meer mag denken. Omdat die als onveilig worden ervaren. En als je in de instituties rondloopt. Jij zit natuurlijk in je kamer daar alleen. Maar als je in instituties rondloopt. Dan zie je. Kom er ook wel eens uit hoor. Ja, maar dan zie je hoe sterk binnen die instituties precies dat leeft. En ook waar het bijvoorbeeld gaat om de universiteiten. Ja, die zijn nog helemaal lang niet toe aan het verwerken van wat hier is gebeurd. Nee, maar ook hier, Ad, kijk, mijn boek Kluitjesvolk, wat ik schreef in 2016, is de strijd tegen wat ik het rubberen tegelparadijs noem. Ja. En dat gaat hierover, die overdreven hang naar veiligheid. Elk risico moet vermeden worden en niet met gezond verstand, maar met regelgeving en protocollen. Ja. Daardoor was toen de coronacrisis uitbrak, ik ben natuurlijk gedocumenteerd de allereerste columnist die stelling nam tegen het coronabeleid, meteen in de slipstream van Kees de Kort. Kees de Kort was de allereerste, hè? Ik hoefde daar namelijk niet lang over na te denken, want al mijn denkwerk had ik al gedaan in mijn boek Kluitjesvolk. En voor mij is juist wat er in de coronacrisis is gebeurd, maar vooral op het moment dat iedereen doorhad van, hé jongens, wat hebben wij hier nou over ons heen laten komen? En je ziet het ook nu, hè? Corona is nu heftiger dan ooit als het gaat om hoeveel mensen er ziek zijn. Ze liggen weliswaar niet meer allemaal in het ziekenhuis, omdat die vorm wat milder is geworden. Maar je ziet bijna niemand meer met een mondkapje lopen. We hebben het allemaal weer aan de kant gegooid. Juist nadat iedereen wakker is geworden uit die coronacrisis en heeft gedacht, waar hebben we ons in mee laten slepen? Heb ik het gevoel dat eindelijk die weerstand tegen dat rubberen tegelparadijs, waar ik al jarenlang tegen vecht, eindelijk heb ik het gevoel dat ik veel meer medestanders heb dan een paar jaar geleden, omdat we allemaal hebben gezien waar het toe kan leiden als je oude mensen gewoon opsluit en geen afscheid mag nemen op het ziekbed en ga zo maar door de schending van 7 grondrechten. Volgens mij zijn we ons allemaal rotgeschrokken en zal dat niet zo snel nog een keer gebeuren. Nee, maar jij ziet dit dus als een omslagpunt. En dat doe ik voor een deel ook. Tegelijkertijd schets ik eigenlijk op de hele culturele voorgeschiedenis. Van waaruit ik begrijp waar dit uit voortkomt. Ja. En die is niet zomaar weg. Die is op bestuurlijk niveau niet weg. En die is onder het publiek niet zomaar weg. Nee. Dat zijn dus ook dingen die wat mij betreft de komende jaren zeer ongewis maken. En daarmee zeg ik niet van jongens, hou het bij het oude, helemaal niet. Ik zie gewoon dat die overheid zelf ook, wat ik noem, dus poreus is geworden. En ik vind het ook wel belangrijk om dat te benoemen. Er spelen gewoon zoveel netwerkstructuren in de huidige orde, waarin die overheid feitelijk zelf ook een leegte is gaan vertonen, waardoor ze op allerlei terreinen ook tekortschiet. Ja. Dus ik spreek over die 5 leegtes van de overheid. Nou, die heb je niet 1, 2, 3 gevuld hoor. Voor mij is de centrale vraag, maar daar moeten we dan volgende week dus even verder over praten. Zie je dat met somberheid en toch ook een beetje angst? Hè, want je zegt heel veel nog onzeker. En ja, onzeker maakt mij altijd blij, want dan denk ik, nou, dan kan het dus nog alle kanten op. En dan kan ik ook een beetje duwen dat het de goede kant op gaat. Het blijft in ieder geval niet zoals het is. En dat is wel mijn motto. Je wilt altijd verder naar waar je nog niet was. Dus daar zijn we zijn op weg naar waar we nog niet waren. En dat is mijn grootste zorg met de huidige partijen die nu gekozen zijn. Die zijn allemaal hartstikke conservatief.
Ik ben nog steeds een zeer tevreden stemmer op BBB. Maar die willen wel terug naar de jaren 50 in heel veel dingen. En ik wil ergens naartoe waar ik nog niet was. Nou was ik er ook niet in de jaren 50. Maar dat is nou niet per se waar ik naartoe op weg ben. Maar ik ben er eigenlijk heel vrolijk over. En ook gewoon alle technische mogelijkheden. Ja, ik vind het... What a time to be alive, zeg ik elke ochtend tegen mezelf. Ik vind het... Ja. Volgens mij wordt het alleen maar beter en wordt alleen maar mooier. Met af en toe even een dipje erin. Hè? Zoals die coronacrisis natuurlijk echt wel een super dip was. Maar die heeft ook niet zo heel lang geduurd op een mensenleven. En daar hebben we volgens mij allemaal heel erg van geleerd. Ja, nou ja, dus dat vind ik echt een enorme reductie van waar we in zitten. Ik gun jou je optimisme niet, hè. Dus dat zei je gegund. Ik ben overigens zelf ook... Waar het gaat om wat ik kan doen en ik kan bouwen, ben ik best optimistisch. Dat is het punt niet. Maar als ik kijk naar hoe Europa functioneert, hoe de westerse wereld opereert, het leiderschap daarbinnen, dan ben ik niet optimistisch. Dan denk ik, nou, we komen een paar hele zware jaren aan voor Europa. Dat gaat ook politiek nogal wat teweeg brengen. En je kan zeggen, nou ja, we hebben toch juist, dat is toch heel bevrijdend. Ja, dat is zo kan het eruit zien. Maar wanneer je vervolgens een dynamiek krijgt binnen Europa, waarin bijvoorbeeld de relatie tot de islam op de spits gedreven gaat worden, wat niet uitgesloten is, dan kun je ook heel andere taferelen krijgen. En nogmaals, het is niet dat ik dan wat bevend in een hoekje zit. Dat is het punt helemaal niet. Maar ik ben realist. Ik ben ik zie de kwaliteit van het huidige leiderschap. Ik zie wat jij zegt, je hebt op iets gestemd. En je bent eigenlijk vooral blij omdat het breekt met de huidige orde. Voor de rest schrik je terug omdat ze terug willen naar de jaren 50. Nee, nou, ik ben blij dat het breekt met de huidige orde. Ja, ik ben dus op heel veel punten inhoudelijk ook echt wel met ze eens. Ook op heel veel punten niet. Hè? Want ook de BBB heeft allerlei linkse trekjes economisch gezien waar ik me niet plezierig bij voel. Maar het is voor mij wel de terugkeer van het gezonde verstand. Versus toch de wereldvreemde elite die de macht een beetje overgenomen had. Ja, maar dat vind ik positief. Dus, ja, nou ja, dat ik kunt letterlijk die frase in mijn boek ook teruglezen. Dus in hoofdstuk 2 en 3. En tegelijkertijd denk ik dat het een onderschatting is van de structurele problemen waar we in zitten. En dat betekent niet dat jij en ik onszelf prima kunnen redden. Nee, dat geloof ik best wel. En dat er ook enorme voordelen zitten aan de technologische ontwikkelingen. Ook allemaal heel duidelijk. Tegelijkertijd zien we ook dat er met diezelfde technologie ook heel andere dingen worden bewerkstelligd. Ja. En dat er vormen van controle kunnen worden uitgeoefend die niet bepaald vrolijk stemmend zijn. Nee. We zien hoe het Pandemic Treaty is aangenomen zonder noemenswaardig debat, wat ook een heel veeg teken is. En we zien hoe media, ook in Nederland, in de mainstream, in toenemende mate in handen komt van enkele spelers. Ik ben er nog niet over uit wat dit gaat betekenen. Maar ook dat is natuurlijk hartstikke positief. Want dat betekent dat dat is de eindstrijd van de media zoals we ze kennen. Die zijn straks allemaal in handen van één. Nou, dat is het eindpunt. Dat is het eindpunt. Ja. Dan mag die van Tilo daar nog eventjes een paar jaartjes even lekker heel veel geld mee verdienen. Maar ondertussen ontstaan er gewoon dankzij al die nieuwe technologie allemaal nieuwe spelers en nieuwe kansen. Ja, dus hij mag even lekker zijn geld gaan tellen. En er wordt een enorme ruimte gecreëerd voor al die andere media, waar jij en ik ook lekker aan meedoen met onze eigen kleine kanaaltjes. Dus dat zie ik alleen maar positief. Ja, ik ben gewoon positief. Maar ook daar kun je... De andere kant is dat ook een heel duidelijke fragmentatie in de hand werkt. Hè? Dus we hebben nu al over bubbelvorming. Nou, dat is een proces dat zet zich door. De reactie daarop kan ook sterkere vormen van censuur worden.
Zoals we die. Dit is nog lang niet. Die strijd is nog lang niet gestreden, Marjan. Nee, dat is voor mij de centrale vraag. Dan nemen we even jouw boek als leidraad. En dan gaan we volgende week, de laatste week van dit bewogen jaar. Ja. Gaan wij eens even kijken. Heb ik nou gelijk met mijn hemeltergende optimisme? Of jij met je realistische somberheid? Dat is denk ik waar we het dan even over moeten hebben met elkaar. Dat lijkt mij een uitstekend vertrekpunt. Realiteitszin versus optimisme. Maar wel in beide gevallen toch met de nodige vechtlust. Ja, sowieso. Ja, in dus, verbale zin. Hè? Verbale dus jij zin. Kunt je, ja. ik, om te suggereren dat ik te neergeslagen in een hoekje zou zitten, dat de toon is van dit boek. Moet ik toch echt van de hand wijzen, Marjan? Dat beweer ik ook niet. Maar ik had wel. De eerste die dit ook zegt, hoor. Oh ja, serieus? Sommigen vinden het zelfs militant. Dus aan de aanleiding van wat ik zeg over het Oekraïne-conflict en zo. Dat heb ik overgeslagen. Ik sla sowieso de hele Oekraïne over. Dat bestaat voor mij niet. Dan heb je een veel rustiger leven als je die oorlogen allemaal niet volgt. Gewoon in de media. Ja. Je kan er toch niks aan doen. Je kan het niet beïnvloeden. Nee, maar we zitten er middenin, Marjan. En we hebben te maken met inflatie die is opgelopen dankzij ook de positie van het Westen in dit hele. Ja, maar hebben we alweer gedempt. Hebben we alweer gestabiliseerd. Ja, dat is het. Luister naar Kees de Kort. Dat is. Ja, nee, dat is een zonnetje. Dit is nog lang niet afgelopen. Ik zie dit wordt een zwaar decennium. Dat is mijn inschatting. Het is een zwaar decennium. En daarin zal leiderschap toenemende mate op de proef worden gesteld. En de verdeeldheid groter. En dat is precies dus het gezagscrisisaspect van waar we in zitten. Ja. Wanneer gaan wij praten? Donderdag 28 december om 8 uur, Marjan. Dan gaan wij de degens met elkaar kruisen. Ja, en dat gaan we live uitzenden, zodat onze kijkers mee kunnen kijken en mee kunnen praten, toch? Zonder meer, ja. Ja, dat lijkt mij leuk, Gaan we de gezagscrisis even afkluiven en dan gaan mijn optimistisch gestemde kijkers zich mengen in de discussie en jouw sombere Kees de Kortjes gaan ook op hun toetsen worden. En ik als realist zit daar middenin. Ja, precies. Oké, nou daar verheug ik me dan enorm op en ik hoop onze kijkers ook en dat iedereen erbij is donderdag. En ook daarna terug te kijken op jou en mijn platform, waarmee wij gewoon die hele Van Tillo natuurlijk aan het omduwen zijn. De eerste zaadjes zijn geplant voor de mediarevolutie, toch? Nou, dat zonder meer. Laten we nou hopen dat deze ruimte enigszins vrij blijft, want daar ben ik ook nog niet gerust op, Marjan. Dus, nee, maar we moeten wel waakzaam blijven. Dat ben ik met je eens. Daarom kruip ik ook elke dag in mijn studio om mensen op te roepen om waakzaam te blijven. Maar daar zit ook mijn optimisme, hè, dat zolang dat nog kan, en daar moeten we waakzaam blijven, dat wel mogelijk blijft om je te blijven uiten en dat je niet van je platform afgegooid wordt. Dat hebben we gewoon de afgelopen 2-3 jaar wel bewezen. Dat je toch in staat bent om mensen te mobiliseren. Hè? Dat onverdeeld open, binnen de kortste keer 1 miljoen handtekeningen. Ja. Toen zag je echt wel van, nou, het sentiment is omgeslagen. En er zijn zoveel mensen die even geschrokken waren, maar nu vooral met schrik terugkijken naar wat er achter ons ligt. En denken van, ja, dat gaan we ons niet nog een keer laten overkomen. Ja, nou, de vraag is inderdaad wat dat betekent voor de inrichting van onze instituties. Ja. Dus die ervaring. Maar laten we daarover nadenken. Ja.